rijke, rijke luiskindjes. En dan mag je dollars in mijn zakken steken. I'm sorry. You like the song? New York is al even wakker. Ik ben onderweg naar mijn werk. En volgens mij meerdere mensen, want ik zie mensen lopen met koffies en broodjes in hun handen. Gehaast, rennend, in maat pakken en ophakken. Dat ruimt. Ik ben iets te laat vertrokken. Ik wilde eigenlijk gaan lopen omdat het zo mooi weer is. Ook al vriezen mijn vingers er weer af. Maar ik denk dat ik het niet ga redden als ik het hele stuk loop. Dus ik ben naar Times Square gelopen. En dan pak ik vanaf hier een rechtstreekse lijn naar de 72e straat. Dit is de 42e straat waar ik werk. Is 72 straat. Ja, ik heb al vaker benoemd dat Times Square niet mijn favoriete plek is. Maar ik beschouw mezelf toch wel als een lucky person. Dat ik er in elk geval elke dag langs kan lopen. Als ik dat wil. Het is gewoon wel echt een heel machtig plekje om zo te lopen 's ochtends. Dit leeft gewoon dag en nacht. Ja, ik ging daar bijna in staan. In een vies rocheltje van iemand. Ik krijg trouwens best vaak DM'tjes van jullie. Over wat je het beste kan doen qua vervoer hier in de stad. Nou, ik kan je aanraden. Neem een metrokaartje. Die kun je vullen. Je kunt ook een maandkaart nemen volgens mij. Maar ik kan je aanraden om gewoon zo'n ding te nemen als je hier komt. En er gewoon $20 op te zetten. Elk ritje kost ongeveer, ja, nog net geen $3. Dus dat is redelijk goedkoop. En dan maakt het niet uit waar je heen gaat en hoe lang dat je in de metro zit. Zolang je ondergronds blijft, betaal je gewoon die 2,90 of zo, zoiets. Dus dat is een redelijk goedkope optie. Als je denkt, nou die Ubers en die taxis zijn me even te prijzig. Of die limo's. Hè? Het is maar net wat je leuk vindt. Ik ben nog aan het werk en ik sta op straat. Even snel armbandjes te fotograferen van zo'n $700 per stuk. Gewoon allemaal even om één handje. Ik hoop niet dat ik nu overvallen word, want dan heb ik een heel groot probleem. Ik heb geen jas aan, maar ik had het zo heet. Ik zat op kantoor en ik heb net mijn post eruit gegooid op Instagram. Over dat ik dus morgen, dat is natuurlijk dan alweer een week geleden, ga beginnen met dagelijks vloggen. En jullie reacties zijn zo leuk. Ik ben helemaal hyped. Ik dacht, ja, ik moet naar buiten. Ik moet naar buiten, dus ik had even een klusje voor mezelf gevonden om dit dus te doen. Oké, er wil een hele dikke BMW langs. Ja, er zit een hele chique mevrouw in en die, oh, alle kinderen gaan lachen dat ik aan het vloggen ben. Hallo, hi, ja, joejoe. Heel leuk, rijke, rijke luiskindjes. Maar ik vind het zo leuk, jongens. Ik hoop echt dat het aan jullie verwachtingen voldoet. Ik ben echt super excited, dus dankjewel voor alle liefde. En cheers op de toekomst zonder glas. Het is 9:30. Ik heb echt een gigantische metamorfose ondergaan sinds vanmiddag. De maquillage zit er lekker opgestuukt. Ik ga naar de meiden. Lekker met de meiden. Die zijn bij La Esquina eten. En ik ga daar even aansluiten voor drankjes. Dat is een hele leuke Mexican bar. En ik ga even Dylan ophalen. Dat is een vriend van mij. Maar ik snap het niet helemaal. Ik moet nu eerst daar met een Uber naartoe. En dan gaan we met een Uber naar La Esquina. Ja, ik weet het niet. Maar ik ga het maar gewoon doen. En dit is de outfit. Ik heb gehoord dat je je jas daarop kunt hangen. Anders had ik deze niet aangedaan. Want het is niet zo'n hele fijne jas om de hele avond mee te zeulen. Dit geweldige Gerard Joling jasje is van Sandro. Ik heb er ook een rokje bij. Maar dat vond ik even net te koud. Dus ik heb er een Levi's broek bij aan. Deze schoenen zijn van het merk dat je nu in beeld ziet. Tas is van Mark Jacobs. En deze body is van de Calzedonia. Zeg ik dat goed? Of van de Intimissimi? Intimissimi of Calzedonia? Laten we deze maar eventjes nog dicht doen. Dan zo meteen begint de show en dan gaat die open en dan gaat alles eruit en dan mag je dollars in mijn zakken steken. Nee, dat is niet waar. Let's go! Hey y'all, I'm Claire's friend. At Bleacher Report in Midtown, Manhattan, I brought my friend Claire to see our office. This is our basketball court, and this is where we get our buckets every single day. And there's Claire. How many people are working here? About 500. 500. Yeah, it's kind of like my office.
Hoi. 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 Vartig ziel. Ambel, zinal, zinal. Schnachal, New York. Schnachal. Times Square. Ja, hij vindt dat Nederlands zo klinkt. Oké, okay, ik ben in live Kina. Nou, dat hoeft ook weer niet. Ik zal het licht maken. Ja, jij hebt licht nodig. Ja, dat is genoeg licht. Ik heb niet licht nodig. En we zijn hier met alle Nederlandse meiden. En Dylan, zo random, die is gewoon mee. Oké, okay. Dat kan hier gewoon. En Aniek, Martelieke. Afgehaakt, Dylan is ook naar huis. Hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Nee, er zijn er nog drie gelukkig. Trouwens, La Esquina is dit hoekje. Ja, er staat nu zo'n stelling voor. Maar dat is dit hoekje waar zeg maar menig Instagrammer al een fotootje voor heeft gemaakt. Als je dan later aankomt en Sully heeft al gegeten en een paar kannetjes sangria op en ik heb dan één drankje op. Dan merk je nogal verschil in leveling, snap je? We zitten in Uber. En we spelen even wat Nederlandse nummertjes voor onze Uberchauffeur. You like this song? Yeah, of course I like it. Nou jongens, het is 2:30. Ik ben weer thuis. Ik ben vet moe. Ik heb super weinig gedronken. Ik heb maar 2 drankjes op over de hele avond. En... even terugkomend op het probleem van vorige week. Ik was namelijk straks weer in Lavo. Die tent waar de muziek veel te hard staat. En ik had om oordopjes gevraagd. En dat was echt een hele andere ervaring. Echt voor het eerst dat ik met oordopjes in een club heb gestaan. Maar ik moet zeggen, dat beviel wel. Het was heel weird of zo. Ik hoorde mijn eigen gedachten ook. Maar ja, ik heb nu geen last van mijn oren. Dus dat is top. Dus dat kan ik zeker aanraden. Het is wel eventjes wennen, maar... het ging goed. Maar goed, wat ik allemaal heb gezien en heb meegemaakt vanavond, dat ga ik jullie morgen uitgebreid vertellen. Ik ga nu lekker douchen en lekker slapen. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En ik zie je heel graag morgen weer. Doei. Doei, 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 doei. Ik moet echt aan mijn doeg werken. Doeg vind ik toch. Doeg is zo vreselijk. Doei. Dat doen alle Amerikanen mij altijd steeds in na. Doei. Misschien moet ik gewoon lekker op zijn Brabants houden. Hadoekes. Hadoekes. Nighty night. Don't let the bed bugs bite.